Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een nieuw videootje van Familie Le Cap. En zoals jullie weten wonen wij al een tijdje in ons nieuwe huis. En ons huis is echt mega groot. Dus wat ik zat te denken, want is het niet tof om een keer uit te proberen om een hele dag te verstoppen in huis. En dat Esther denkt dat ik weg ben en dat ik gewoon nu ga bespioneren. En gewoon zo lang mogelijk probeer te verstoppen. Zonder dat zij weten dat ik in huis ben. Ik ga mijn spullen pakken, ik doe alsof ik wegga en... Let's begin. Doei! Ik vind het serieus echt spannend, jongens. Echt. Dus het eerste wat ik moet doen is mijn schoenen en even mijn jas opruimen. Oké, jongens, ik heb mijn jas en mijn schoenen even snel in de klerenkast verstopt. Want als ze dat beneden zien, dan ben ik sowieso al direct gepakt. Maar ik ben echt stom. Echt gewoon... Weet je wat het is? Echt gewoon. Ik moet zo nodig naar wc toe. Omdat ik gewoon uit stress dacht van ik moet snel weggaan. Of ik weet niet wat ik dacht. Ik dacht gewoon niet aan om even snel naar wc te gaan. Maar ik moet zo erg, jongens. Maar even serieus, we hebben 3 wc's. Dit is de meest verre. Allemaal. En Demran is nu Fortnite aan het spelen. Geluid staat hard. Ik ga gewoon proberen naar wc te gaan, want ik hou het echt niet vol. Dit lucht op, jongens, echt. Oké, de deur is dicht. Ik hoor Demran beneden schreeuwen, PlayStation er. Ik hoor Mia's een beetje jammeren, dus het is nu het beste moment om door te trekken, denk ik. Oké, ik ben nu in mijn slaapkamer. Maar wat ga ik serieus nu de hele tijd doen? Het is gewoon zo vroeg. Ik ga maar gewoon lekker even liggen, man. Oké, jongens, ik weet niet hoe lang ik hier zo zit. Lig, sta, spring. Ik verveel me echt serieus kapot. Ik verveel me echt kapot. Ik denk dat ik naar beneden ga en dan ga ik gewoon bespioneren wat ze al doen zijn. Esther is er vast ook. Ik zie via de raam een spiegel, ik zie je kut uit. Oké, jongens, ik hoor Devon mama roepen. Mia's heeft gepoept. Dus waarschijnlijk komt Esa nu naar boven toe om Mia's te verschonen. En dat is daar. En ik sta hier. Ze komen. Ja, daar. Ik heb een beetje een klokje op de jas.
Zoveel lawaai, waardoor Esther mij sowieso niet hoort. Oké, het is nu wat later, maar er is één ding wat wel een beetje kloot is. En dat is, ik heb serieus echt trek. Ik ga gewoon naar beneden en ik ga gewoon proberen iets te pakken. Ik hoor Esther spelen met Eli. Dus ze zitten allebei, ze zijn allemaal in de woonkamer. Eli zit daar met Esther. Debra zit daar nog steeds een keer. Hier is de keuken. Ik heb een keuze. Daar is de koelkast. Daar is de snoepjeslaag. Lekker eten. Serieus, dit had ik toch zo hard nodig. Ik lig hier op de grond, want ik zie dat Esther hier op en neer lopen is bij Mia's. Boven en serieus, ik verveel me kapot. Esther hoort mij niet, de kids horen mij niet. Ze hebben allemaal niks in de gaten, is toch gewoon saai. Dus ik zat te denken, jongens, wat ik ga doen is, ik ga deze tas naar beneden gooien. Hier zitten allemaal zwemspullen in. Dan even kijken of Esther komt, reageert of. Thank you.
Hebben jullie die bank, die zandbankjes beneden gelegd of niet? Heb je laten vallen? Huh? Oké, jongens. Ik ruik dat Estra gekookt heeft. Ik ga naar beneden toe. Ik ga proberen om een klein beetje eten te pakken. Even kijken of ze aan tafel zitten. Ik zie iedereen daar. Ik zie Estra daar. Om de bord te zien heeft ze een lekker spaghetti gemaakt. Ik dacht het al. Mijn taak. Onrustig. Stiekem eten te pakken. Dat ze het in de gaten hadden. Zaten ook zo lief naast elkaar, hè. Echt. Estra, dit is smakelijk. One hour later. Ik hoor de kids en Estra naar boven komen. Ik ga even snel verstoppen in de kast. Waar is de kast? Ik zit nu in de kast. Estra, die komt. Snel naar een andere kamer toe gerend. Estra die zat even beneden. En ik zat te denken, even serieus. Het duurt mij een beetje te lang. Ik heb het ook wel een beetje gehad om eerlijk te zijn. Ik ga naar beneden toe. Ik ga kijken hoe dichtbij ik bij Estra kan komen. Zonder dat ze het in de gaten heeft.
is daar dus aan het editen. Ze heeft een koptelefoon. Ze hoort me sowieso niet, want ik zie dat ze het filmpje aan het afkijken is. Dood. Hier. Maar, wat doe jij hier? Hier. Waarom stek je in de kamer? Wat is het gezellig hier? Sam, dus, waarom doe jij dit? Met je rare acties. Hou op. Ik schrok aan de jij. Lekker voor je, waarom doe jij? Ik ga even... FCDSS. Ja? Hoe was je dag vandaag? Gewoon relaxed. Vraag ze mij, hoe was je dag vandaag? Nou. Echt spannend. Ja? Ik heb de hele dag iemand gebespioneerd. Waarom? Geloof me als ik zeg dat ik de hele dag hier in huis was? Nee. Ik was serieus de hele dag hier thuis. Niet. Ik zweer het je, ik was de hele dag thuis. Ik hoef niet te zweren, want als jij zo meteen dit filmpje gaat editen... Heb je de hele dag gefilmd? Ja, ik heb de hele dag gefilmd. Nee. Ja, serieus. Ik zweer het je. Echt. Heb jij die tas naar beneden gegooid? Ja, ja. Jij hebt natuurlijk die dingen allemaal gedaan. Esra, even serieus. Dat koekje? Nee. Jij gaf kinderen de schuld. Ik voelde me echt zo schuldig. Hè. Jij vroeg nog, wie heeft het gedaan? Eli zei nog, Debra. Eli zei, ja, Debra heeft het gedaan. Debra ik was heeft het niet gedaan. Daarbij nee. Voelde ik me echt gewoon nee. Schuldig. Ik heb de hele dag gezeten in huis. In huis? Ben je ook nog weg geweest? Nee. Hele dag binnen. Ik ben de hele dag thuis geweest. Serieus? Echt waar. Echt. Ik heb gewoon letterlijk tot aan 2 seconden geleden stond ik gewoon achter jou gewoon echt... Hoe lang stond je hier dan? Ja, een paar seconden joh. Niet zo lang, maar ik was letterlijk... Oké, jongens, ik zeg het je eerlijk. Ik stond achter Esra. Ze had het niet in de gaten. Mijn enige domme voor mij was, ik raakte volgens mij jouw haar, of niet? Nee. Ik had niet zoiets van, is dit wat in mijn ogen? Ik voelde gewoon een geest achter je, dat was ik. Nou, serieus mensen, ik vond het echt geslaagd. Nou jongens, ik hoop dat jullie het ook allemaal top vonden en leuk vonden. Geef allemaal een duimpje omhoog als jullie het allemaal top vonden wat Sarah deed. Ik ben benieuwd naar de beelden. Jij mag het filmpje editen en ik ben zelf ook echt benieuwd ernaar, want ik vond het echt top. Nou jongens, tot de volgende keer. Doei doei!